Rien Poortvliet werd geboren in 1932 en overleed op 63-jarige leeftijd. Pas in zijn jeugdjaren ontdekte Rien zijn tekentalent. Naast zijn werk had hij meer hobby in het illustreren van boeken ten behoeve van verschillende uitgeverijen. Door zijn grote hobby, jagen, begon hij met tekenen in en over de natuur. Omdat hij met het tekenen niet direct zijn kostje kon verdienen, gaf hij eind jaren 60 zijn eerste boek uit. Hij werd pas echt bekend door de uitgaven van zijn kabouterboeken. Het thema van het Veluws Zandsculpturenfestijn 2016 in Garderen is de wereld van Rien Poortvliet.